Dag dames en heren. Eerder deze week hebben we gezien hoe de weercomputers moeite hadden om het weer op de korte termijn te verwachten. In eerste instantie stonden de neuzen allemaal dezelfde kant op van alle weercomputers. Het zou namelijk niet alleen met kerst koud worden, maar ook na de kerst leek er echt volop winterweer aan te komen richting Nederland. Een dag later waren de kaarten echter opnieuw geschud. En leek het erop dat het slechts kortstondig koud zou worden. En we heel snel te maken zouden krijgen met zacht en regenachtig weer. Iets dat we ook op dit moment in de weerkaarten zien voor de periode richting de jaarwisseling. Ja, en dan kun je je natuurlijk afvragen: hoe betrouwbaar zijn die weerberekeningen voor 30 dagen vooruit? Ik ga er een antwoord op geven in een nieuwe editie van de 30-daagse weersverwachting. Op de weerkaarten achter mij dit keer geen hoge drukgebieden, zoals we de afgelopen week hebben gezien, maar vooral laagdrukafwijkingen. En dan met name op de Atlantische Oceaan zien we dat er heel veel depressies tijdens de jaarwisseling te zien zijn. En die depressies aan de voorzijde sturen met zuidwestenwinden zachte lucht ook tot over Nederland. En de kou die ligt in het uiterste noorden van Europa. Daar zien we ook nog wat hoge drukafwijking, maar vooral lagere temperaturen dan gebruikelijk. Het is echt goed koud in Scandinavië, de Baltische Staten, Europees Rusland. In onze omgeving echter worden flinke afwijkingen in de plus berekend. En dan te bedenken dat anderhalve week geleden dezelfde 30-daagse weerkaarten voor deze periode in Nederland temperaturen berekenden die zelfs Zo'n 4 tot soms wel 6 graden onder normaal uit leken te komen. De jaarwisseling zou wel eens heel koud kunnen worden volgens die berekeningen. Nou, Inmiddels weten we wel beter. Het wordt zacht, het wordt ultra zacht tijdens de jaarwisseling. Die kou is nog wel op de kaarten te vinden, maar ligt dus een stukje noordelijker. Ja, en bij dat alles is het dus de lage druk op de oceaan die daar de motor achter is. We zien die lage drukgebieden. In eerste instantie weten koud tijdens de kerstdagen nog door te dringen tot onze omgeving. Zondag moeten we rekening houden met wat ijzel in een deel van Nederland. De dagen daarna worden die depressies alleen maar krachtiger. En met Zuidwestenwinden wordt dan steeds zachtere lucht aangevoerd richting onze omgeving. En boven het Iberisch Schiereiland komt een hoge drukgebied tot ontwikkeling. Ja, aan de noordzijde dus de regengebieden. Af en toe nog sneeuwval in Scandinavië. We zien later zelfs nog af en toe wat koude lucht over Scandinavië binnenstromen. Maar in onze omgeving is daar voorlopig geen sprake van. Want aan de voorzijde van die depressies waaien dus die Zuidwestenwinden. En die koude lucht heeft absoluut geen kans om door te dringen in onze omgeving. En als we dan ook kijken naar de periode 3 tot en met 10 januari, dan zien we van hoge druk eigenlijk vrij weinig. Zelfs niet dat krachtige hoge drukgebied wat tijdens de jaarwisseling nog aanwezig is op de weerkaart. Dat is alweer een beetje verdwenen. Vooral de lage drukafwijking op de oceaan is opvallend. Daar dus veel depressieactiviteit. En ook verder naar het oosten is dat duidelijk zichtbaar. Maar geen winterse setting dus tijdens deze periode op de weerkaarten. En dat was anderhalve week geleden nog wel anders. Toen zagen de weerkaarten er ronduit winters uit voor deze periode. Ja, en dat betekent natuurlijk met die west- of zuidwestenwinden dat regenstoringen ook over onze omgeving trekken. Er valt dus beduidend meer regen dan gebruikelijk. Onder de invloedssferen van hoge druk is het in het Middellandse zeegebied juist een stukje droger. En dan de week daarna, de luchtdrukafwijking. Toch wel weer wat veranderingen. Hoge druk lijkt weer voorzichtig wat op de kaarten te verschijnen. Luchtdrukafwijking in de plus, moet ik zeggen. Precies boven Centraal-Europa. Dat zal er in ieder geval voor zorgen dat als dit uitkomt, dat de kaarten weer wat droger worden. Dat het weer wat rustiger wordt en dat de temperatuur waarschijnlijk wel weer wat omlaag gaat. Maar laten we vooral niet vergeten dat we dit soort 30-daagse weerkaarten niet letterlijk moeten nemen. Nee, we moeten naar de signalen kijken. En het lijkt er dus op dat we in eerste instantie zacht weer krijgen en dat daar in de loop van januari voorzichtig wel weer wat veranderingen in komt. Maar de echte kou zit op ruime afstand. De enorme uitschieters, wat temperatuur betreft, die verdwijnen van de kaart. Maar dat is heel vaak op zo'n termijn. Want hierachter zitten natuurlijk 50 verschillende berekeningen. En ik heb ze ook eventjes ja, bekeken wat er achter zit. Er zijn er zelfs die een aantal keren hoge druk ten westen van ons berekenen. Maar er zijn er ook die die stevige zuidwestelijke wind laten doorgaan. Oftewel, als je dat allemaal op een hoop gooit, dan krijg je dit soort kaarten. waarbij het waarschijnlijk iets kouder is op ruime afstand van onze omgeving. En met hoge druk iets vaker aanwezig boven Centraal-Europa, lijkt het dan wat rustiger te worden. Maar vergeet niet, vorige week voor dezezelfde periode, ook 10 tot 17 januari, waren die ka kaarten toch echt nog wat. Een stukje kouder. Dat koude gebied wat we nu hier zien, lag wat meer in onze omgeving. En dat is dus uit de kaarten verdwenen. En dat is de trend die de 30-daagse weerkaarten ons willen laten zien. Winterweer van formaat, dat zit er voorlopig niet in. Het lijkt er vooral op dat januari 2020 heel erg zacht gaat beginnen. Volgende week weer een update. Bij deze wens ik u in ieder geval hele fijne kerstdagen toe.